Benton en leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Bekende Kampers. Vandaag heb ik hele leuke gasten. Ik heb niemand minder dan Chapmo en ik heb Erik da Silva. Jongens, ik heb er zin in, ik hoop dat jullie ook zin in. Voordat de bekende gasten komen, wil ik eerst mijn klanten voorstellen. Ik ben hier met. Ja, duidelijk. Heb je er zin in? Ja, duidelijk. En ik ben hier met. Heb je er zin in? Yes! Wauw, ik geniet hiervan. Ik heb er ook zin in. Ik ben benieuwd hoe de kappers het gaan doen. Voor nu zeg ik kappers welkom. Met applaus. Ja. Juist! Hey, wow. Succes hè. Wauw! Jongens, kom even naar. Ja, hey, vraag wel. Ik zag twee dunne armpjes in. Ik ga niks aan het slow, bro. Jongens. Dit was springgaan, goed springgaan. Dit was echt. Ik wil jullie bedanken dat jullie hier zijn. Heb jij ervaring? Nog nooit geknipt, maar het komt wel goed. Oké, jij? Nog nooit geknipt, maar het komt zeker. Zeg maar, ik wil mij denken. Wat zeg? Wil je mij denken? Nee. Liever niet. We gaan niet te veel praten. Heb je er veel zin in? Zeker. Jij ook? Jazeker. Oké, het is een traditie dat we steeds iets vragen voor wie welke klant krijgt. Wauw. Hey, dacht even. Zij, ja, jullie zijn broeders van. Oké, ja. Wat doen jullie dan? Nu ga ik ver. Kut. Wie kies jij? Ja. Laten jullie beginnen. Ja, natuurlijk een hele leuke studie. Oh, ja. Even een applaus voor. Ja. Ze kunnen helpen. Dus ja, ik zeg voor nu veel succes en dan zie ik jullie later. Jongens, jullie hebben 25 minuten. De tijd gaat in zodra ik het conclusie word. Dus maak ik klaar. Wat ik wil vandaag. Mag ik van jou hier aan deze kant erover lopen? Aan deze kant voor wat ik hetzelfde goed. Ja. Dit is uw. Oké, je moet het scoren. Ja, maar dit. Wow. Dat moet je wel ervoor doen, maar. Creatief. Wow, creatief! Je had wel je eigen shirt uit. Creatief! Hey, waar is die om kaal te maken? Oh. Dus ja. Die kleine rechts. Hey, wacht. Je ging iets te enthousiast. Nee, ja. Rustig. Er komt zo mee. Neem het uit. Heb je het voor mij? 25 minuten, bro. Je moet snel zijn. Je komt een toetje. Bro, laten we beginnen met de lijn. Kijk, zoals Chapmo, we maken een lijn. Maar niet al. Zie je, die man heeft nog moeite met een lijn trekken, broer. Moet je ook aanbrengen dat die kleuren meegenomen met. Ah, nee, bro. Dit is ook heel goed, Chapmo, oké, bro. Hij is toch goed dat het gaat? Hij besluit opeens om de grond te gaan. Dat is zijn overloop, man. Oversprong op zondag. Ik geloof in. Laat zien. Hé, Chapmo is goed bezig. Nee, dat is zwaar, Chapmo, zo'n tot de zon te doen. Doe dat, koortje. Hij vraagt Juna op Joetje. Welke team zijn die? Chapmo of Erik? Oeh, lastig. Ik ben team Erik. Hoe doe ik dit? Team Erik? Ja. Chaf, ik ben benieuwd. Welke team ben jij eigenlijk? Deze vraag kan ik niet meer vragen. Ik zeg eerlijk, ik ga denken van Chapmo. Sorry man Erik. Maar je hebt zo lang gedaan om zeg maar die alleen soorten om te doen. Ik heb respect voor kappers gekregen man. Dankjewel. Oh, je hebt geen respect voor kappers. Wow. Dus je had geen respect? Nee, maar ik dacht dat knippen makkelijk was. Oh. Je moet het kunnen, snap je? Ik dacht dat was gewoon iets. Hé, waar is die stop? Oh yeah, hij begint met die! Hij begint die kapper takkie! Zij dat doe ik net. Zij klam hem leren op de knippen. Ga je even een beetje knippen. Ga je niet drukken. Bro. Hey, is dat voor hem? Kijk die achterkant. Ay, nee, je bent echt zo. Hey, die achterkant is fris, hè? Ja, man. Hij is fris, hoor. En dan, shop. Kom, stop. Kijk, hey. Shop. Hey, dit is een spannende bed, hoor. Erik, hij is wel precies zo. Ja, ik zie een kleine veen die kant. Veen er. Oh, hij ziet er fris uit. Die kant ook. Oh, lekker, man. Ga je regelen. Die één nog steeds. Nee, anderhalf. Zijkant moet ik nog een beetje veden, maar die achterkant, hè? Oh, yeah.
aan het werk, hoor. Achterkant spits, hè? Dat is toch wel? Of wel, ja, zijn achterkant is spits. Kunnen we die van jou nog even zien? Ja, kunnen we jou nog even zien, hè? Daar, oké, oké, oké. John, weet je wat afspreken? Wat? Hij is niet zijn baard, hij mag mijn baard nog. Mag niet uit. Maar dat is het hele toch? Nee, hij heeft hem al. Hé, hey, het werkt, man. Hé, hey, zit een veet in die baard. Kijk, je moet ook naar beneden borstelen. Ja, hij gaat het werken, man. Chatbot, man, verborgen talent. Wist je dit? Ik wist niet dat ik dit kon. Ik wist het. Want blij, jij blij? Oh, nee, misschien zit ik bloed. Nee, dit werkt echt, hè. Waar? Ja, hij had hier klaar. Hij had hier gewoon alles. Hij brok iets te hebben. Ik ben nog niet klaar, ik ben nog niet klaar. Dus die guy van boven. Die haalt hij van boven. Moet ik iets met een 1 doen hier zo? Oh ja, hier kan je met een andere half, die dikke, die witte daar. Kan je gewoon een beetje hier toe doen. Hey boys man, wat vinden jullie? Goed man. Ze hebben allebei progressie. Oh shit. Hey boys, nog 5 minuten. Deze man lijkt helemaal op mijn opa eigenlijk. Wie? Heerlijk hè? Ja. Kijk, als jij gaat bewegen, zo kunnen wij niet bewegen, snap je? Achterkant is fris. Zijkant kon misschien iets beter geveed worden. Cijfer? Ik geef een dikke 7 aan mezelf. Een dikke 7. Oké, en nu jij? Kijk, hier toch? Die manier dat die zijn zo, dat is allemaal niet waar. Snap je dat je niet verleiden? Ik heb mijn best gedaan, hier toch? En ja, ik geef mijzelf gewoon een 6. Wauw, een 6. Applaus, applaus. Dan zijn we bij Jury La Jury, de eerste klant. Hoe zo zien? Even kijk die achterkant hè boys. Draai een beetje voor aan. Ja, even je ogen dicht doen dan. Kijk dit, even. Deze zijkant, deze zijkant is ook fris hoor. Kijk! Die achterkant is wel fris. Ik geef het een 6,5. 6,5! Hey! Mr. PUC. Goeie 7,3 man. 7,3. Waardeer ik. Geef wel een 6,8. Zo komen we uit op de gemiddelde van 6,9. Ben je tevreden? 100%. Oké, een klein applaus voor Chatbot. Oké, on to the next. Maak ruimte, maak ruimte. Boys, draai deze zo laatst zien. In uw ogen dit. Ah. Oh. Dat is van de kant van boven. Meet bij Tesla. 5,7. Zo. Zeg een 6. 6,2. Ik had daar gewacht, maar...
Pelli-training. Daar komen we uit op een gemiddelde van 5,9. Afgerond een 6. Ben je tevreden? Si. Dan mag de klank van jou als eerste draaien. 3, 2, 1. En hij is moeilijk, hè? Hij heeft eigenlijk niet zoveel veranderd ofzo, hè? Niet zoveel veranderd? Alleen achterkant. Hey, hey. Nu komt de achterkant, hè? Kijk hoe fris. De achterkant is fris, man. Fris, hè? Nee, je laat hem niet goed zien. Oh, zo. Ja, maar de achterkant is fris. Kijk. Oh. Kijk, wat voor cijfer geef je? Kijk hoe fris. Hey, wacht, kijk ook even naar je opponent. Nee. Wat voor cijfer geef je? Kijk, ik had mijn vertrouwen in Chatmos handen gelegd. Hij heeft me niet teleurgesteld. Dus bij deze geef ik een 7,5, toch? Een 7,5! 3, 2, 1. Kijk! Ik draai! Hey, draai zo om! Draai zo om! Oké, draai zo om! Hij lacht! Dat is niet zo zuur. Kijk, ik zeg je. Hier is het. Zie je? Ik heb niet zo erg met jouw contouren of zo gespot, toch? Nee. Oké. Nee. Ja. Ik ben benieuwd, wat was hij gegeven? Kijk, Erik, ik zie Erik, hou van je, maar we gaan dan wat op straat. Oh, dat is matten. Maar ik heb erger gehad. Echt? Erger? Ik heb 5,7. Oh, 5,7! Dus, dan komen wij bij je winnaar. En dat is Chatmo. Natuurlijk. Wauw. Een applaus, Oké, dit was weer een mooie aflevering. Jongens, ik wil jullie bedanken. Klanten, ik wil jullie bedanken. Jury, ik wil jullie bedanken. Dan komen we aan het eind. En dan zo kijken, geen te lijken. Zeg ik jullie later, alligator. Ik ben mama jongens, we zijn leren. Ik wil ik aan je zetten in Louis Vuitton.